De heer Jette zegt net, ik dacht even dat ik het niet geloofde, dat de aanslag van gisteren niets te maken heeft met de islam. We hebben het over een Turk die volgens getuigen Allahu Akbar riep, die in de auto een briefje is gevonden waar hij zijn moslimbroeders steunt, wiens familieleden in Tsjetsjenië actief waren voor terreurorganisaties en dan niets met islam te maken hebben. Meneer Jette, de problemen in Nederland, u geeft ons land weg, zijn 100 keer groter. Veel mensen weten het niet. En waarschijnlijk de heer Jette ook niet. Maar als we kijken naar onze grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, dan zien we nu al vandaag dat als we kijken naar de mensen jonger dan 25 jaar, dat er meer jongeren zijn onder de 25 van niet-westerse, vaak islamitische afkomst, dan van Nederlandse afkomst. Nu al zijn onze jongeren vreemden in hun eigen stad. En als het aan u ligt, als het aan u doorgaat, dat zie je ook. Meer vrouwen met hoofddoekjes dan zonder hoofddoekje. Homo's durven daar niet door de straten te gaan. Vrouwen worden vernederd. Dat is Nederland vandaag. En het Nederland van D66 is een land waar allemaal die mensen, waar u eigenlijk voor zou moeten opkomen, waar uw partij voor is opgericht vroeger, voor de homo's, voor de vrouwen, voor de gelijkheid, waar ze een onveilig Nederland krijgen. En dat kunt u toch niet menen?